Cambuur bij Omroep Leo wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma Koffie, Thee en Apparatuur en Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening. Trotse supporters van Sportclub Cambuur. Nigel Roberta, we hebben het er net al even over, man van de wedstrijd misschien wel, 4 goaltjes. Voor een spits, lekker om zelfvertrouwen op te doen tegen zulke teams. Ja, zeker de eerste wedstrijd van het seizoen. Je wilt jezelf laten zien en als spits is het sowieso lekker als je doelpunten maakt en als je er 4 maakt, helemaal mooi. Ja, waarbij je misschien bij de eerste training wel dacht dat het een concurrentiestrijd zou worden tussen jou en Karim dit seizoen. Staan jullie vanavond samen in het veld. Is dat een goede optie om samen te starten? We trainen nu alle week met z'n tweeën. Het bevalt me goed en we kunnen elkaar gewoon goed vinden. Ik denk dat als we gewoon zo door blijven trainen, dat het alleen maar beter kan worden en onze band ook sterker kan worden. Wat vind jij van zulke potjes tegen amateurs? Vind je dat leuk om er even in te komen? Of heb je liever serieuzere potjes? Ja, je speelt het liefst toch wel tegen wat grotere ploegen. Maar wat ik zeg, eerste wedstrijd van het seizoen. Iedereen wil inkomen en voor de supporters is het ook leuk. Dus is voor iedereen wel eventjes goed minuut in de benen krijgen. Ja, voor jou is het ook lang geleden, hè? Want na die wedstrijd tegen Twente haakte je af. Eigenlijk niet meer terug geweest bij het elftal, niet meer veel gespeeld door een blessure. Hoe is het nu met je? Nee, ik voel me heel fit. Ik heb in de zomer nog bij mijn personal trainer heb ik getraind. En heel veel met mezelf bezig geweest, ook op mentaal gebied toen ik geblesseerd was. Ik voel me helemaal ready om te gaan vlammen dit seizoen. Ja, je wil vlammen dit seizoen. Zitten daar dan ook een bepaald aantal doelpunten aan vast? Dat wil ik nog niet. Ik ga zoveel mogelijk proberen te maken, maar aantal ga ik nog niet opnoemen.